De feestelijke decembermaat is aan. Daar zijn we aan begonnen. Uh, nou, afgelopen weekend was het druk uh, in de winkels, maar niet zo druk dat er iets moest gebeuren. Uh, daar zagen we u ook op reageren dat de maatregelen goed werken. Toch is corona nog lang niet voorbij en uh, daar wil ik het vandaag met u over hebben. Net als dat we het straks gaan hebben over wat er vorig jaar in de stad gebeurde. Namelijk een uh, aanrander die actief was en daar is inmiddels een uitspraak in de rechtszaak. Daar komen we straks. Eerst even naar de actualiteit. Um, Afgelopen week werden er een aantal boetes uitgedeeld voor mensen die een illegaal feest uh, organiseerden in, in Leiden. Toch hoor ik ook wel mensen die zeggen, er worden te weinig boetes uitgedeeld en het loopt allemaal maar een beetje het gaat, het loopt allemaal een beetje uit de hand. Uh, hoe, wat is uw ambtsinstructie bij de politie? Moet er veel bepoet worden? Ja, voor alle duidelijkheid: dat is iets waar het op mijn ministerie over gaat. Hè? Daar gaat de burgemeester niet over. Niet primair als het gaat om de, om de boetes. Um, wel in zijn algemeenheid is het zo dat. Um, Corona-boetes niet in huis kunnen worden opgelegd. Dus die 95 euro die je krijgt als je onvoldoende afstand houdt en dergelijke, die kun je niet binnen opleggen. Als er echter overlast is uh, vanuit een pand, dan kan er wel worden opgetreden op grond van overlast. Uh, voor het overige is het gewoon heel onverstandig om te doen. Dus uh, het is niet strikt verboden, maar het is Heel onverstandig. Net zo goed als er een advies is om niet meer dan drie mensen thuis uh, uit te nodigen. Er staat nergens dat je een boete krijgt als je de vier, vijf, zes, 7, 8, 9, 10 uitnodigt. Maar het is heel onverstandig. Het is een dringend advies en ook wel een verzoek om dat niet te doen. Dus zo moet je dit eigenlijk zien. En die, uh, uh, die feestjes, ja, als er sprake is van overlast, dan treden we ook op. Ja, en u hebt overleg, u zegt het is van het Openbaar Ministerie, maar u bent daar nou wel nauw bij betrokken, want u overlegt uh, in de driehoek met de politie en het Openbaar Ministerie over Correct. wat er moet gebeuren. Uh, heeft u dan wel voldoende middelen om, uh, hè, de uh, ondernemers die zeggen uh, tegen ons bij de redactie van nou, de, de, wij moeten dicht, onderwijl worden al die huisfeesten georganiseerd en uh, ja, dan worden mensen weggestuurd en dan is het weer voorbij. Dat is niet een, een sanctie. Dr, Dringt u erop aan bij het Openbaar Ministerie en bij de politie om meer te bepoeten? Nou, dat is de vraag of dat nou de kern van het vraagstuk is. Uh, Ik heb net al gezegd, het is buitengewoon onverstandig. Er kan niet opgetreden worden op dat geheel, want het, wat niet verboden is, kun je niet tegen optreden. Het is heel onverstandig en je moet mensen ervan overtuigen dat ze ander gedrag uh, laten zien. Dat is belangrijk. Uh, in winkels uh, speelt iets anders. Uh, de winkelier is in principe zelf verantwoordelijk voor wat er binnen zijn haar winkel gebeurt. En zou ook mensen die bijvoorbeeld geen mondkapje uh, dragen... daarop aan moeten spreken. En in het uiterste geval kan zo iemand de toegang tot de winkel ontzegd worden. De winkelier kan niet iemand beboeten... Um, maar kan wel als het uit de hand loopt, politie of handhavers uh, vragen om dat te doen. Want die kunnen wel beboeten. Ja. Als er tenminste geen sprake is van iemand die bijvoorbeeld kortademig is en geen mondkapje kan uh, dragen. Maar dan kun je dus uh, daartegen optreden. Ja. En die dus mondkapjesplicht, prakt... he, die is sinds 1 december uh, actief. Exact. Dus ja. daar kan nu, he, dat gaat kan om de winkel. Ja, ja. Sinds 1 december kan daartegen opgetreden worden. Wij controleren vrij veel, ook bij bedrijven en dergelijke. En wij constateren dat de meesten dat uh, heel serieus doen. Winkeliers uh, gaan daar serieus mee om. De, het overgrote deel van de bezoekers gaat er heel serieus uh, mee om. Dus we hebben er eigenlijk niet zoveel uh, vrees bij. En voor wat betreft de thuisfeestjes, ja, die proberen we vooral aan te pakken via contacten met studentenverenigingen, via de plaatselijke Kamer van Verenigingen. Via de wijkagent die regelmatig op bezoek gaat. Ja. Meer dan dat kun je eigenlijk niet doen. En ja. we zijn er behoorlijk actief in. En waar ik natuurlijk blij mee ben, is dat de cijfers van Leiden, de besmettingscijfers, zeer laag zijn. Ja. Uh, dat is opvallend, ook ver, hè? Ook in vergelijking met andere steden van deze omvang. Dus daar ben ik ook wel een beetje trots op. Dat Heb je daar een verklaring totaal... voor? Ja, helemaal zeker weten, doe je dat natuurlijk nooit. Dat moet je achteraf maar eens zien. We hebben ook momenten gehad dat we heel hoog zaten. Vlak na de uh, zomervakantie, toen je zag dat uh, met name jongeren, veel studenten, ook het virus eigenlijk weer naar de stad hebben gebracht. En uh, toen zijn er uh, heel veel besmettingen geweest, met name in die kring. Dat lijkt een beetje voorbij te uh, ja. zijn. En dat willen we graag zo houden. Maar het, uh, het signaal van iedereen leeft er maar op los, dat uh, signaal herken ik helemaal niet. Ik uh, zie dat heel veel mensen zich heel serieus aan de maatregelen houden. Anders hadden we hier wel veel meer besmettingen gehad. Ja, nog even naar die mondkapjesplicht. Um, uh, je ja, moet er gehandhaafd worden. Uh, in, in diezelfde driehoek heeft u gevraagd om, uh, om boetes uit te delen als mensen dat niet doen. Kijk, in, in deze situatie met de huidige regels is uh, het handhaven iets meer uh, persoonsgericht geworden dan in het uh, verleden. En bovendien, ja, als je nu nog niet weet dat je anderhalve meter afstand uh, moet houden, dan uh, is het wel heel erg met je gesteld. Dus ja, dat verdient als... misschien een boete, zou je nou, dan nou dat kunnen dat zeggen. Dat is ook de reden dat wij nu iets meer boetes uitschrijven. Uh, de, 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 daar was ook wel aanleiding uh, toe na zo'n lange tijd met veel waarschuwingen. Dat, dat gebeurt nog steeds. En voor de rest focussen we vooral op uh, bedrijven en uh, het naleven uh, van de regels. Ja. Maar zoals ik al zei, eigenlijk zijn we er best tevreden over. Als we het beeld zo zien, zoals we dat in de stad uh, waarnemen. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor de hele regio. Zien we dat uh, het overgrote deel van de mensen en het overgrote grote deel van de bedrijven er echt heel serieus mee omgaan. Hoezeer sommige mensen ook corona moe zijn. Nou ja, en daar daarschijn... wil ik eigenlijk naartoe met u. Want. Uh... De horeca die zegt: Wij gaan op 17 januari weer open, uh, kosten wat kost, want wij rennen het niet. Uh, wij zijn corona moe, of met andere woorden, we gaan failliet. Um, is dat een goed idee? Nou, het lijkt me op zich niet zo'n goed idee om dat zonder meer te doen. Maar het speelt uh, ergens in januari. En wij weten nu nog niet wat de situatie dan is en welke maatregelen dan nou gelden. Het zou best kunnen dat dan uh, we in een situatie zitten dat er weer iets mogelijk is. Dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet goed. Dus dan moeten we even, uh, even afwachten. Ten tweede, ik constateer dat het kabinet heeft aangekondigd dat er extra steun komt. Ook voor de horeca, dat is ook belangrijk om dat te doen. Ja, en ten derde, iets wat niet toegestaan is, is niet toegestaan. En dat zullen we ook voorkomen dat dat gebeurt. Ja, uw, uh, uw wethouder Yvonne van Delft, die zei ik begrijp dit goed de, dat, de, dat dit aangekondigd wordt. Het lijkt me ook wel lastig. Hè, economisch gezien, de wethouder van de economie, daarvan begrijp ik dat die dat ziet zitten. Maar u moet het ook handhaven. Uh, hoe, hoe is die spanning tussen economische uh, problemen van, van uh, ondernemers? aan de andere kant ook die handhaving. Nou, ik heb niet voor niks de optelsom zo gemaakt. Er komt extra steun vanuit het kabinet. Dat is belangrijk om te doen. Wij weten nog niet precies hoe de situatie in uh, januari is, maar mag het dan niet, dan mag het niet en zullen wij voorkomen dat dit gebeurt. Ja. U heeft eerder ook wel eens gezegd in dit gesprek: ja, we kunnen geen regels handhaven die niet genoeg draagvlak hebben. Uiteindelijk valt of staat er bij de draagvlak. Um, nu neemt het draagvlak voor de sluiting van de horeca af, in ieder geval bij de ondernemers, maar ook bij andere mensen die zeggen ik wil wel weer eens een keer een wijntje doen. De besmettingscijfers zijn laag. Is dat dan ook handhaafbaar als uiteindelijk de draagvlak voor zo'n maatregel uh, wegvalt? Ja, dat is, dit, dit is makkelijk handhaafbaar, omdat uh, een bedrijf uh, een, een zaak open of dicht makkelijk te constateren en ook makkelijk te handhaven. Ook als daar geen draagvlak voor is. Ja, de, de regels gelden en dat zijn landelijke regels. Ja, maar toch, u heeft wel gezegd, het draagvlak moet er wel zijn voor zo'n regel. Ja, het gaat vooral om, de, dat was vooral gericht op als heel veel mensen zich er niet aan houden. Ja, dan kun je daar eigenlijk niet tegen optreden. Maar hier kun je wel tegen optreden. Ook als mensen zeggen, wij gaan gewoon bij, de, voor de, bij het café voor de deur staan, bij wijze van spreken. Nou, al was het maar dat je iedere horeca-ondernemer een uh, dwangsom oplegt van tevoren, van enige omvang, ja. uh, dat, uh, dat werkt over het algemeen wel. Ja. En in het ergste geval sluiten we zelf. Maar ik denk niet dat dat uh, nodig is als je dat uh, goed gaat uh, doen. Is goed handhaafbaar, dit ja. uh, element. Tot slot dan van, van de corona. Nou, of althans, uh, uh, we kijken uit naar de viering van Uit Nieuw. Daar hebben we het vorige maand ook over gehad. Inmiddels lijkt me dat de rijbroeken klaar liggen. Wat, wat staat daarin? Nou, we zijn daar eigenlijk nog volop mee bezig, want het wordt een heel andere oud en nieuw dan uh, de afgelopen jaren. Dus de afgelopen jaren hadden we die draaiboeken van het vorig jaar en konden we daar eigenlijk op voortborduren. Uh, en iedere keer werd het een beetje anders en konden we die aanpassingen een rol uh, laten spelen. Nu zien we dat er heel veel dingen anders zijn. Er is een algeheel vuurwerkverbod. Uh, dat is echt heel anders. Het tweede is, mensen zitten al heel lang in een situatie. Waarin we zitten rond corona, en er zijn er ook mensen die daar eigenlijk veel irritatie over hebben opgebouwd. Nou, die uh, combinatie uh, die kan best eens leiden tot een uh, giftige sfeer, her en der. Dus uh, daar moeten we ons goed op voorbereiden. Dus we zijn nu allerlei scenario's aan het uh, beschrijven en hoe we daar tegenop gaan, uh, gaan treden. Er komt ook een communicatiecampagne van de kant van de gemeente. En wat, ook Wel belangrijk is uh, veel, uh, kwam altijd en komt altijd voort uit verveling, dus een van de dingen waar wij mee bezig zijn, is vooral ervoor te zorgen dat er relatief veel te hmm. doen is, dat er veel georganiseerd wordt. Want hoe meer er georganiseerd wordt, hoe beter het gaat, denk ik. Nou, Daar moet ik dan aan denken: nou, een, een zoom-toastmoment je... uh, of nou, uh, de, de um, onder de titel de Leidse Burg wordt uh, eigenlijk een soort online platform. Uh, Gecreëerd waar een heleboel activiteiten kunnen plaatsvinden, tweerichting uh, verkeer. Het is belangrijk dat het niet alleen maar uitzenden is, maar dat je ook mee kunt uh, doen van heel verschillend uh, karakter. We kijken ook, want er zijn nog wel fysieke maatregelen uh, of activiteiten mogelijk, om er daar ook zoveel mogelijk van te organiseren binnen de regels die er uh, zijn. Um, dat doen wij zelf, maar dat doen we ook in samenwerking met intermediaire organisaties. Jongerenwerk speelt er een rol in. De plaatselijke Kamer van Verenigingen, voor de studentenverenigingen, speelt een rol daarin, die ook zelf uh, zaken organiseert. En op die manier proberen we met elkaar dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus het moet wel een nacht worden van activiteiten, van dingen die in de stad gebeuren. Het is niet alleen die nacht, het geldt eigenlijk voor een veel langere periode. Want wij weten eigenlijk ook wel uh, traditioneel uh, begon het altijd al de dag na kerstmis. Dus je moet, het, uh, je moet daar uh, de periode ruim nemen. Ja, wat er al begonnen is, en dat hoor ik uit alle wijken en ook uh, waar ik woon: uh, veel vuurwerk. En dat is ook, wordt dan gezegd, uit verveling. Maar er worden flinke bommen afgestoken. Uh, wat doet u met vuurwerk wat in de stad aanwezig is, wat de komende tijd alleen maar meer uh, geknald zal worden, waarschijnlijk? Ja, wij. Uh... Wij sporen op en wij zien dat er steeds meer illegaal vuurwerk gevonden wordt. Maar dat is ook een teken dat er ook wel illegaal vuurwerk onder de mensen is. Dat weten we, maar je kunt op het moment dat het afgestoken wordt eigenlijk bijna niets meer. Dan ben je eigenlijk te laat. Dat betekent dat het vooral een kwestie is van opsporen. Mensen overtuigen dat het niet verstandig is. En mensen moeten zich realiseren dat wanneer ze behoorlijk hoeveelheden thuis opslaan... Dat het niet alleen gevaarlijk voor hen is, maar als het ontdekt wordt, dat, ze, uh, dat er ernstige gevolgen aan vast kunnen zitten. Dat moet uh, uh, absoluut helder ja. zijn. Ik, ik begrijp die oproep wel, maar uh, we horen elke dag en elke avond, gisteravond ook weer. En dan hoor je dat vuurwerk knallen. Dus dat ja. lijkt niet heel succesvol in die zin dan dat het allemaal gevonden wordt, natuurlijk. Kijk, het is een illusie om te denken dat dit niet gaat uh, gebeuren. Je kunt via internet en op allerlei mogelijke manieren uh, en makkelijk aankomen tegenwoordig. Uh, Um, het is tegen de regels uh, en we treden ook op, dat gaf ik ook net het voorbeeld uh, van. We vinden ook uh, veel illegaal vuurwerk via het vuurwerkteam van de politie. Uh, maar tegelijkertijd weten we dat dit uh, voorkomt, voor blijft komen. Dat was overigens de afgelopen jaren ook al zo. Zeker. Dus het is niet uh, uniek voor deze uh, periode. Um, maar uh, we proberen het zo goed mogelijk tegen te gaan. Maar meer dan dat kunnen we er niet van maken. Nee, een, een gezellig oud en nieuw moet het worden met alle maatregelen. Nou, we, we gaan dat, uh, in januari kunnen we daar mooi op terugblikken, ook hoe dat, uh, hoe dat geweest is. Want ik zou nu uh, door weer naar de verkiezingen. Um, de, die komen eraan waarschijnlijk meerdere dagen. Is dat al duidelijk hoe de verkiezingen er in maart uit gaan zien? Uh, want is dat per gemeente anders? Of, of, nou, het zijn natuurlijk landelijke regels waar we ons aan moeten houden. Je moet ervan uitgaan dat er meer dagen uh, gestemd uh, kan worden. ...dat vraagt heel veel, hè? want uh, wij moeten uh, nu al voor zorgen dat die stembureaus... ...dat er voldoende ruimte is, uh, dat alles voldoende ver uit elkaar kan uh, staan... ...dat de mensen voldoende ver van elkaar kunnen wachten. Um, en het uh, moet drie dagen zijn. En uh, waar stembureauleden betreft moet daar uh, ook nog een extra stembureau-lid uh, zijn... ...dat helemaal uh, let op de gang van zaken, gebeurt het allemaal wel goed... Dat nou, betekent dus extra lid en drie dagen. Dat betekent dat je veel meer uren nodig hebt om dat uh, te doen. Daarnaast zijn een aantal stemlocaties eigenlijk niet zo geschikt. De stemlocaties in verzorgingstehuizen en dergelijke, daar willen we eigenlijk uh, nu geen gebruik van maken. Dus dat betekent dat we ook op zoek moesten naar heel veel nieuwe locaties. Nou, we zijn daar nu bijna mee klaar met dat, uh, met dat uh, lijstje. En dan moeten we vervolgens de feitelijke organisatie nog uh, ter hand nemen. Dus het is echt heel erg veel werk. En je moet je voorstellen dat er ook allerlei andere vragen rond veiligheid uh, naar voren komen. Als je drie dagen stemt, uh, dan moet je de, uh, de stembussen overhouden voor de dag erna En nog weer een dag daarna. Want ze mogen pas. De uh, eigenlijke uh, stemdag mocht pas geteld worden aan het eind. Dus je moet ze in de tussentijd ook veilig opbergen. Is dat nou, een dit, logistieke nachtmerrie voor het u? Het is echt uh, een ontzettende hoeveelheid werk. En ook wel, uh, er zitten heel veel vragen aan vast hoe je dat op moet lossen. En daar ben je iedere keer mee bezig. Dus dat is, uh, dat is lastig. Ja, u, u zei uh, een aantal weken geleden... stuurde u een brief uit naar mensen die ouder zijn dan 70 jaar... van zo, ja, het is misschien niet handig... als u deelneemt als zo'n stembureau lid... ondanks dat we er meer nodig hebben... Uh, wil ik u verzoeken om dat... Uh, of, of nee, bent u niet welkom? Dat was de eerste brief. Daar kwam, kwamen wel wat reacties op van mensen. Hoezo ben ik niet welkom? Ik doe dit al jaren... en mag ik over mijn eigen gezondheid beslissen? Toen was u er vrij snel bij hem te zeggen... nou, dan bent u wel welkom. Was dat een makkelijk, uh, makkelijke omschakeling? Ja, ik moet eerlijk zeggen: die eerste brief uh, die was niet zo verstandig. Dat wil ik ook wel uh, direct toegeven hier. Uh, die was te scherp gesteld. Uh, het was echt vanuit een, een goed hart. Uh, dat die brief geschreven is. Van uh, risico's zijn groot. Uh, je moet dan op een locatie zijn waar je heel veel andere mensen tegenkomt. Risico's zijn groter voor mensen die ouder uh, zijn. Dus doe het niet. Maar hij was te sterk gesteld. En ik heb ook snel gezegd: van uh, ja, de, je moet het lezen als dringend advies. Uh, niet te verstandig, niet zo verstandig om dat uh, te gaan doen. Maar willen mensen het toch? Het is geen verbod. Nee, en dat betekent dus ook dat in principe iedereen zich kan aanmelden als stembureau lid. Ik hoorde al dat, bij, dat er geen stembureau leden gezocht meer worden volgens mij. Er zijn heel veel mensen die zich hebben aangemeld. Maar u bent daarmee, ik, ik weet niet of dat makkelijk is voor u, maar om te zeggen van nou ja, ik dacht dit. Eh, vond u het wel echt dat, dat 70-plussers uh, dus niet als stembureau lid zouden moeten optreden? Nou ja, vanuit uh, die gedachte zoals ik net noemde, het is uh, niet zo verstandig. Het is voor hetzelfde, uh, om dezelfde reden dat wij uh, de stembureaus uit de verzorgingstehuizen hebben gehaald. Doe dat het is niet zo verstandig om dat uh, te doen in dit geval. Niet omdat de mensen niet deugen of uh, omdat ze hun werk niet goed doen, maar het is gewoon vanuit de gezondheid uh, geredeneerd beter om het deze keer over te slaan. Nou, daar hebben we ook een advies van uh, gemaakt nu. En we kijken wel hoeveel mensen daar naar luisteren. Ja. In, in, in maart zijn die verkiezingen dan, zal ik het er vast nog met u over hebben. Ook over die logistieke nachtmerrie, want dat is inderdaad nog een hele uitdaging. Ik wil tot slot eigenlijk een jaar terug in de tijd. Toen uh, was een leider gegrepen door uh, nou, wat in, in de volksmond uh, de, de verkrachter is gaan heten. die door de binnenstad waarden. U heeft daarvan altijd gezegd: um, op dit moment hebben we geen signalen dat het om een uh, serie aanrandingen of verkrachtingen gaat. Nou, is er inmiddels een uitspraak van de rechter. Via cel voor, voor de verdachte. En daarvan zei de officier van justitie tijdens die rechtszaak. Uh, deze man ging als een roofdier op zoek naar pooien in de stad. En dan krijg ik toch wel een heel ander gevoel dan uh, hoe ik u een jaar geleden sprak. Ja, dat ligt er maar aan hoe je het interpreteert. Het aantal feiten waar hij voor uh, veroordeeld is, dat is relatief beperkt. En je moet het een beetje relateren aan het totaal aantal signalen van aanranding en verkrachting in de stad en in de binnenstad. En wat ik toen heb gezegd, dat geldt nog steeds. Er was geen sprake van een stijging van het aantal. Dat neemt niet weg dat elk feit op zich zeer ernstig is. En ik ben ook hartstikke blij dat deze feiten zijn, uh, uh, zijn opgespoord, dat de persoon is uh, aangehouden, dat hij nu veroordeeld is. En ik vind het ook volkomen terecht zoals dat uh, gegaan is, want het zijn heel ernstige feiten. Um, op dat moment was echt de vraag van, is er nu iets wat veel zwaarder en veel vaker voorkomt dan in de periode daarvoor? Dat beeld was er. Ja. En dat was niet zo. Um, en uh, het heeft wel aanleiding gegeven om te zeggen van ja, maar dit thema is wel een breder thema waar we de komende tijd ook mee aan de slag moeten. Dus we hebben en met de plaatselijke Kamer van Verenigingen uh, geconstateerd dat het thema seksueel geweld... Uh, binnen verenigingen meer aandacht moet uh, krijgen. A, als het gaat om handelingsperspectief, dat je het duidelijk moet maken dat wanneer iemand dat overkomen is, wat gebeurt er eigenlijk als je melding doet of aangifte uh, doet? Want heel veel doen dat helemaal niet, dus er is mm. een enorm Black Numbers, zoals dat heet, dat uh, het niet geregistreerd wordt. Nou, dat is heel ernstig als je dat niet doet, want dan kun je ook niks doen als politie en als samenleving niet. Maar er zitten wel allerlei vragen af vast hoe dat dan gaat. Het is goed om het daarover te hebben met elkaar. Um, uh, het is ook um, uh, belangrijk om. Uh, voor de verenigingsbesturen om te weten: als je iets ziet, hoe ga je er dan mee uh, om? Dus daar wordt een heel programma op voorbereid. We hebben ook het Centrum voor Seksueel Geweld, uh, die we daar graag bij mm -hmm. uh, betrekken. Maar ja, het is wel rond corona dat het allemaal uh, op een laag petje is komen te uh, staan omdat ook grote bijeenkomsten binnen de verenigingen op dit moment eigenlijk niet goed denkbaar zijn. Dus, uh, en mensen zijn er ook niet... s'nachts veel minder over straat gaan? Dat is ook zo. Maar op dit moment uh, is het niet vergeten. Want seksueel geweld is echt een heel ernstig uh, delict. En daar moeten we eigenlijk alles aan doen. En voor mij was het wel een wake-up call. Om te zeggen van dit thema. Um, dat nemen we een beetje te veel voor, uh, uh, zo is het nu eenmaal. Mm -hmm. Maar je kunt er rond dat thema ook wel extra aandacht aan besteden. En dat gaan we in ieder geval ook doen. Ja, um, wat er uiteraard zou gekomen is, dus die drie feiten waar uiteindelijk deze verdachte voor veroordeeld is. Um, heeft dat u een ander beeld gegeven van de situatie die er toen in de stad was? Of was dat allemaal wel duidelijk op dat moment al, dat deze feiten op die manier hadden plaatsgevonden? Dat klopt. Dat was op dat moment al wel duidelijk, maar de, het beeld was dat het uh, plotseling een enorme hoos was aan feiten. Dat was niet nou. zo. Uh, hoe je het ook bent of keert, die jaren daarvoor zijn er ook dit soort heel ernstige feiten gebeurd. En toen was niet het gevoel dat er sprake was van een hoos. Ja. Terwijl die feiten net zo ernstig waren. Ik heb ook in die periodes daarvoor regelmatig met slachtoffers gesproken die uh, dit overkomen is. En dat zijn zeer, zeer, zeer ernstige uh, situaties. Mm -hmm. uh, ik heb ook met een, uh, een enkeling uh, daarvan, ook vorig jaar nog een keer gesproken, om eens terug te grijpen. En die waren overigens, dat hebben ze op mijn vraag ook gezegd, best bereid om ook eens mee te helpen in de communicatie uh, daarover, in de richting van, uh, van jongeren die nu in de stad uh, rondlopen en hiermee te maken zouden kunnen hebben. Dus uh, iedereen is echt wel best behoorlijk gemotiveerd om, in algemene zin, hier iets aan te doen. Ja, en dan tot slot probeert u op dat moment de, de, de onrust vooral uh, een beetje te sussen ook. Uh, te zeggen, ja, er is inderdaad geen sprake van een flinke stijging. Zijn daar uh, inmiddels ook nieuwe manieren? Heeft u daarvan geleerd op een bepaalde manier? Hoe zou je nu met zo'n situatie omgaan? Nou, ik denk dat het ook nog wel hetzelfde moet zijn. Want je bent op zo'n moment er ook voor om te voorkomen dat uh, paniek te groot wordt. En uh, het was op dat moment geen aanleiding om het zwaarder te maken dan het al was. Want het was zwaar genoeg. Elk feit op zich is ernstig genoeg. En dan hebben we ook laten zien dat, dat we die feiten heel serieus nemen. Maar je moet er niet een nog veel groter probleem van maken dan het al was. Want dan, uh, dat helpt niet in de oplossing. Wat wel heeft geholpen is dat door alle commotie en alle aandacht die er uh, was, wij het thema voor de komende tijd wel weer meer centraal stellen. En dat heeft geholpen. Ja. Dank u wel. Ik wens u alvast een goede kerstvakantie, kerstreces en goede jaarwisseling. En dan kunnen we daar in, uh, in, in januari op terugblikken. Hoe, is er nog een nieuwjaarsbijeenkomst? Komt er nog iets aan waar we ons op kunnen verheugen? Een digitale nieuwjaarsreceptie van de gemeenteleider. Zeker. Wordt, dat wordt hartstikke gezellig. Het wordt heel gezellig. Je moet wel uw eigen kopje koffie en drankje meenemen. Nou, dan zien we daarna uit. Dank u wel. Graag gedaan.